ben opleidingsfunctionaris binnen de Stichting Tante Louise. We willen jullie vandaag meenemen met een dag van de leerlingen binnen Tante Louise. We zijn hier bij het hoofdkantoor van Stichting Tante Louise. Zoals jullie kunnen zien zitten we bij de receptie. Ik sta hier naast Simone. Dus Simone, de leerling, hier start de dag voor de leerling, hè, denk ik, als we sollicitatiegesprekken hebben. Dat klopt. Ondertussen zijn we bij het leerplein aangekomen in het hoofdkantoor van Stichting Tante Louise. Zit ik naast Lisette. Lisette heeft een grote rol bij de leerlingen en met het Tantes Leerplein. Wil je er wat over vertellen, Lisette? Ja, ik zet voor alle leerlingen in het leerplein de scholingen klaar. Ja. En bijzonder de tweede beoordeling, die hebben ze nodig voor de opleiding. En als ze dan problemen hebben, dan kunnen ze naar mij toe bellen en dan helpen we ze zo op weg. Ja, dus ik gebruik een soort helpdesk ook voor de leerlingen, want die zijn heel veel aan de telefoon. We zijn nu binnen het opleidingscentrum van Stichting Tante Louise. Hier zijn allemaal lokalen waarin wij lessen geven voor de leerlingen, trainingen voor alle medewerkers. Kortom, hier gebeurt alles van Stichting Tante Louise. En ik sta hier naast Nathalie, een van de leerlingen. En Nathalie, wil je wat vertellen over de opleiding die je volgt? Nou, de opleiding is gewoon heel erg divers. Ja. Daarvoor heb ik van zulke die geen gedaan. Dus ik eigenlijk weer een uitbreiding wat je dan krijgt. Je mag ook meer handelingen gaan doen. Ja. Je krijgt weer te leren dat je minder helikopterview krijgt. Dat je zaken kunt gaan onderscheiden. En dat je, hoe zeg je dat? Ja, dat je meer mag gaan doen. Ja. Nou, de opleiding is ook redelijk divers. We krijgen nieuwe verpleegtechnische handelingen die we moeten leren. We krijgen verschillende lessen op het Kellebeek en hier op locatie. Ja. Dus het is heel divers, heel leuk. Ik ben meest docent van het Kellebeek College, maar is nou binnen Tante Louise les aan het geven binnen ons opleidingscentrum. René, vanuit hoe komt het dat jij nu binnen de organisatie les geeft? Nou, het heeft vooral te maken met het idee dat, dat heette Accelerated Learning, actie leren, waarin met name gekeken werd van waar sluit je het best aan? Ja. Bij de leervragen op afdelingsniveau en hoe kun je die het beste vertalen in theorie op het Kellebeek, hè? Dat je de theorie koppelt aan de leervragen op de afdeling. Ja. We bevinden hier ons op een van de leerwoningen van Tante Louise, te midden van onze cliënten. En ik zit hier naast Miranda. Miranda is derdejaars niveau 4 leerlingverpleegkundige. En Miranda, wil jij wat vertellen over wat is de leerwoning? Wat betekent dat voor jou als leerling? De leerwoning zelf is een woning die helemaal draait op alleen leerlingen. Die draait ochtenddiensten, avonddiensten met alleen maar leerlingen. Ja. Daarnaast staan er twee praktijkbegeleiders die daarboven boventallig staan, waarbij je altijd op terug kan vallen. Hoe vind je het op de woning, de leerwoning? Ja, ik vind het heel leerzaam. Ja. Omdat je alles, je krijgt zelf heel veel verantwoordelijkheid. Ja. Dankjewel, Miranda. Ja, graag gedaan. Ja. Ondertussen is het middag en zijn we hier op het Kellebeek College in Roosendaal, waar de leerlingen die we vanochtend hebben gezien vanmiddag hier de generieke vakken gaan volgen. We gaan ze zo allemaal zien binnenkomen. We zijn nu weer bij het hoofdkantoor van Stichting Tante Louise. We hopen dat jullie heel veel plezier hebben gehad bij het bekijken van deze vlog. En op naar de volgende. Tot ziens!